Samen meedenken over de besluiten in jouw gemeente? De gemeente West Maas en Waal heeft hier wel een hele originele manier voor gevonden. De burgemeester, wethouders en medewerkers toeren namelijk met een bus door de dorpen van Maas en Waal om met de bewoners in gesprek te gaan. De bus staat momenteel in Wamel, een dorp in de gemeente. Hier wordt er met vooraf opgestelde vragen gevraagd aan de inwoners wat zij vinden van de beslissingen van de gemeente West Maas en Waal. En vandaag is de bus de laatste keer te bezoeken. Eigenlijk is dit gekomen door een initiatief van de raad, de gemeenteraad in West Maas en Waal. En die vond het heel belangrijk dat de inwoners meer betrokken worden bij besluitvorming en dingen die tot stand komen in onze gemeente. De vragen aan bewoners gaan over allerlei verschillende onderwerpen, zoals verkeer of veiligheid. Nou, die gesprekken gaan eigenlijk over alle dingen die in de samenleving, dus die in West Maas en Waal, een rol spelen. De uitslagen worden verzameld en gedeeld met de deelnemers. Dit doen zij om een beleid te vormen om in het vervolg inwoners meer te kunnen betrekken. Dus het is meer nog van, niet zo van, ja, maar wij denken dat dit belangrijk is en dit moeten jullie uitvoeren. Maar meedenken, dus zeg maar de hoofden en de inzet van de inwoners gebruiken om dat ook voor elkaar te krijgen. Dit doet de gemeente niet alleen, maar ook met behulp van opiniepeilers. Ja, wij ondervragen mensen. Wij houden mensen spontaan aan bij winkels. En als er geen winkel is, dan gaan we de straat op om mensen allerlei vragen te stellen die te maken heeft met onderwerp burgerparticipatie. Hier hebben ze verschillende manieren voor, zoals mensen aanspreken op straat of online. De eerste vraag is heel mooi. Wat voor cijfer geeft u aan het wonen in uw buurt? Dan heb je al meteen een mooi gesprek. En daarna gaat het over samenwerking met de gemeente. Een vraag bijvoorbeeld, als er iets gebeurt in uw straat, hoe wilt u door de gemeente geïnformeerd worden? Dat kan via een brief, dat kan via de mail. Contact met de gemeente, hebben ze ervaring met de gemeente? Dus op die manier ontwikkelt zich altijd heel vaak een heel leuk gesprek. Eind juni kunnen de deelnemers de uitslag verwachten in de mailbox.